We zijn vriendelijk, we zijn niet racist, we zijn geen crimineel en ja, dat is het. Den Haag kent de grootste populatie Polen van Nederland. Maar met eigen winkels, apotheken en scholen lijken de inwoners nog niet erg betrokken bij de Haagse samenleving. Een Pools-Nederlands festival dat zaterdag in het Zuiderpark Theater plaatsvond, moest daar veranderingen in gaan brengen. Hoe kunnen we er in Den Haag voor zorgen dat de Haagse Polen zich wat meer thuis voelen? Dat is een goede vraag. Het is ook een moeilijke vraag om te beantwoorden, vind ik. Maar in het verleden was het veel slechte reclame over, was er veel slechte dingen over Poolse mensen verteld. En op dat moment heb ik gemerkt in de Poolse maatschappij dat ze zich niet welkom in het Nederland voelden. Meestal die mensen denken, oh, Poolse mensen zijn niet zo vriendelijk. En misschien dat daarom ik voel niet zo bij mij thuis. Maar ik vind dat kan in de toekomst veranderd. Nou, weet je, ik denk het is een kwestie van elkaar leren kennen. Veel mensen, dat merk ik ook op de straat, waardeer wel een aanwezigheid van de Poolse mensen. En ik denk dat het de goede kant op gaat. Wat kan nog verbeterd worden? Ja, dat is een echt lastige vraag, maar gewoon meer integratie en meer gebeurtenissen, net zoals deze, waar een Poolse maatschappij kan ook meedoen. En dat wij komen laten zien dat wij ook iets te bieden hebben. We zijn vriendelijk, we zijn niet racist, we zijn geen crimineel en ja, dat is het. Gewoon een en al gezellig, hè? Ja, we zijn zo vriendelijk zoals Nederlandse mensen en die andere buitenlandse mensen ook. Het festival moet er ook voor zorgen dat de Hagenaren meer kennis krijgen van de Poolse levenswijze. Ik denk dat onze culturen toch dichter bij elkaar liggen. En we willen juist door dit soort evenementen aan Nederlanders laten zien dat we toch in hetzelfde familie horen, zeg maar. Dus eigenlijk moet de Nederlandse cultuur verrijkt worden met een beetje van de Poolse cultuur. Dat denk ik wel.